Ik let daar eigenlijk niet zo hard op als ik aan het spelen ben. Ja, ik ook niet, maar ja, als dat gebeurt, is dat wel een tof gevoel. Allee, dat is... Geeft u een extra kick, ja, een extra boost, omdat de fans toch achter u staan. Ah, dat geeft wel kippenvel. Ja, een extra boost om gewoon alles te geven, ja. Ik weet niet, dat is een beetje zo'n droom dat uitkomt. Allee, ik voel mezelf daar wel trots door. Bij mij vooral kippenvel eigenlijk. Vooral als we in Leuven spelen, zit er altijd heel veel volk. Als ze dan je naam roepen, vooral als ze dan bij mij achter de goal zitten, dat is wel echt kippenvel. En dat geeft wel echt een boost ook om nog meer en nog harder te werken en voor die overwinning binnen te halen. Heel belangrijk is onze 12e man eigenlijk. We hebben al een EK meegemaakt in Nederland. En die sfeer die daar hangt, ja, geeft u extra energie. Echt een thuisvoordeel, hè? Ja. Ik denk dat we dat ook hebben gemerkt in Polen dan. En als we dan thuis tegen Polen spelen, dat wel een wereld van verschil is als je supporters achter je hebt staan. Superbelangrijk, ja. Je merkt gewoon een heel groot verschil als die er wel zijn of niet. Zowel op clubmatchen als hier matchen. Dus het is gewoon veel fijner om voor het publiek te kunnen spelen. En ook weten dat je familie daar is, dat is ook gewoon leuk. Ik denk dat fans gewoon superbelangrijk zijn. En hoe meer, hoe beter. En dat is voor ons echt een extra boost. Heel belangrijk. Ik denk dat we dat ook gemerkt hebben toen de coronapandemie er was. Dat we zonder supporters moesten spelen, dat toch een heel groot verschil is. En we zijn heel blij dat ze er terug kunnen bij zijn en dat ze ons kunnen steunen naar de overwinning. Zeker weten. Heel zeker. Trots. Tuurlijk. Super trots. Tuurlijk, anders mogen we niet op veld komen, denk ik. Hè. Ik denk, het is altijd een eer om voor België te spelen en ik denk dat we allemaal heel blij zijn dat we dat mogen vertegenwoordigen. Ik kan er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Super trots. Ja, ik ook. Ongetwijfeld. Ja. Ja. We kennen elkaar al zo lang. Sommigen zitten dan ook nog eens in hetzelfde team. Dan kom je op nationaal en dan is het ja, we spelen heel veel spelletjes samen. Ja. Ja, we hebben ook allemaal hetzelfde doel. Dat is super cliché, maar dat is wel waar het uiteindelijk om draait. Iedereen wil naar het EK, naar het WK, wil bepaalde doelen behalen. En ik denk dat de band onderling nog heel sterk maakt. Ik denk omdat België een klein land is, een klein voetballand. En nog heel veel speelsters spelen ook in dezelfde competitie. Dus we hebben wel redelijk wat contact met elkaar. Het zij als teamgenoten of het zij als concurrenten. Maar dat zorgt er wel voor dat we veel elkaar zien en in contact zijn.